Hallo kijkers van Ultramus 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Dishonored. Yeah! Jongens, allereerst voordat we deze aflevering gaan beginnen, wil ik even zeggen dat ik vandaag even een zware dag achter de rug heb gehad. Dus het kan zijn dat ik wat zachter praat, wat minder energievol. Jullie begrijpen het ondertussen wel. In ieder geval, wat wij vandaag gaan doen is, wij gaan vandaag dit huis in. En staat die gozer daar nog steeds? Nee, dat is mooi. Maar we gaan vandaag dit huis in. We gaan dit huis helemaal van top tot van beneden naar boven bekijken. Of het helemaal vandaag gaat lukken, weet ik niet. Maar we zullen het zien. Oké, staan de mensen hier? Ja, daar mevrouw. Maar die zie ik niet. Waar is ze? Nou, als ik haar niet zie, dan kunnen we op zich naar binnen sneaken. Zou je denken. Maar de werkelijkheid. Oh god. Die horen we zo wel. Dicht die deur. Eerst wat we gaan doen. Deur dicht. Oké, pak die potions maar mee. Even kijken, wat hebben we hier allemaal nog meer? Een bone charm. Dat is vooral helemaal goed. 5 van de 5 bone charms. We gaan goed. Oké, food heals you moderately more. We komen niet zo heel veel food tegen, dus dat is op zich een beetje nutteloos. Oké, dit is de air circulator. Wat was daar ook alweer mee? Even kijken. Wat was met de air circulator? Place a sack inside the air circulator in the basement of Timmy's estate. Oké, en er staat non-lethal bij, dus het zou wel goed zijn. Laten we eventjes dit pakken. En voordat het helemaal misgaat en we allemaal mensen hier naartoe krijgen gestormd, even 7. Je weet nooit waar het goed voor is. Oké, in ieder geval open. Drop the sack. Put the sack. Oh, switch the documents first. Ja, dat is heel handig. Dat we eerst die documents gaan verwisselen. Had het bijna mis kunnen gaan. Oké. Even haar even stil krijgen. Zij moet heel eventjes stil blijven. Waarom? Omdat ik anders haar alleen maar krijg dat ze gaat rondneuzen. En dat hebben we echt totaal niet nodig. Hoe zit het qua runes? Daar zit een rune en daar zit een rune. En verder, ja, verder gaan we deze kamer nu bekijken. Dat klinkt als een hele goede deal. Hé, dat is een mini-lift. Waar gaat dit naartoe? Oh, je kan deliveren. Oké. Nou, dan kom, jongens, maar pauze als jullie willen lezen. En dat kan deliveren, met andere woorden. Je kan dus ook zelf mee naar boven. Maar dat gaan we niet doen. Want als we alles, zeg maar, een beetje rustig willen bekijken. Jongens, maar pauze als jullie willen lezen. Als we alles, zeg maar, een beetje rustig willen bekijken. Zonder al te veel problemen te maken. Kunnen we beter voorzichtig naar boven gaan. Komt er iemand aan? Niet dat ik zie. Dus dat is mooi. Oké, laten we die dingen meenemen. Dit. Dat is vis. Ook lekker op zijn tijd. En dan gaan we naar boven. Maar ik weet niet hoe gevaarlijk het hier is. Dus we gaan even 7. Want we hebben 1 etage gehad. En er waren er 4, zover ik weet. Dus ja. Nou, het komt wel goed, hoop ik. Oké. Another fight with that shrew of a niece. He's gone to the top floor to cool off, where it's quiet. Oké. Komt er ook iemand deze kant op? Dat zou namelijk niet mooi zijn. We kunnen ook met die lift naar boven. Dat kan ook. Gaan we dat doen? Ik denk van wel. Als we dan op een betere locatie uitkomen, moeten we dat vooral doen. Oké, hendel overhalen. Nou, waar gaan we naartoe? Dat is misschien ook wel eens slim om in te stellen. 1, 2, 3, 4. Basement. Eerste verdieping. Het lijkt me als een plan. Oké, dan. Komen er dan mensen kijken?
Waarschijnlijk niet. Ja, dat was de lift. Ja, we zijn in ieder geval hier. Waar hier precies is, weet ik niet. Maar laten we hopen dat we ergens goed zijn. En laten we dus ook even saven. Kunnen wij trouwens nog terug? Tenminste, die liftschacht in. Nee. Dat ding is weer naar beneden. Dus daar heb je echt totaal niks aan. Even kijken wat hier is. Ik zie niet zo heel veel bijzonders hier. Oh, dit is de badkamer. Oké. Okay. Nou, toilet dicht. Toilet dicht. Deze deur ook dicht. Deze deur dicht en dus hangt hier een briefje. Jongens, even een pauze als jullie willen lezen. Oké, okay, in ieder geval... ja. Is hier een rune in de buurt? Nee, die zit op de volgende etages. En daar is een storage room. Oké, okay. Maar wat moesten we in die will location doen dan? Find the last will and testament. Oh, oké, okay, dan moeten we die testament vinden. Oké, okay, dat klinkt logisch. Oké, okay, hoe gevaarlijk is het hier? Oké, okay, ik hoop dat we geen probleem hebben. Maar het kan wel een heel groot probleem zijn. Dus alsjeblieft, let even niet meer op. Vergeet dat je wat gezien hebt. Dan kunnen we verder. Goed zo. We moeten daar naar binnen. Maar hoe schakelen we deze uit? Kijk, als die gozer eenmaal weg is, dan krijgen we die wel makkelijk... En dan krijgen we deze wel makkelijk te pakken. Want dat wil namelijk heel erg makkelijk. Met zoiets. Oké, lopen. Oh god. Zijn er mensen in beweging? Nee, gelukkig. Oké, dat valt echt niet op. Dus dat is mooi. Oké, okay, jij gaat hier liggen. Als een lawyer. Hallo, advocaat. Ja. Advocaat is ook niet altijd de... weet ik niet. Misschien omdat ik die gozer net heb weggepakt. Oké, okay, wat is hier? Ik weet niet wat hier is. Maar we kunnen altijd even kijken wat hier is. Daar is een persoon, maar die is niet hier. Oké, okay, dat is eten, dat is heal. Ook altijd heel mooi. Kijk, wat is dit? Dit is een... ja, een boek. Jongens, zet maar een pauze als jullie willen lezen. Ik hoop niet dat ik te lang doorheen ga, maar... Of te snel doorheen ga. Hé, hey, wat is dit? 78... Card terror deck. Draw a card. Is dit toevallig die van Nancy's recept? Take the carrot card, the world. Oké. Okay. From the 78, draw the world. Lay the target card, the world at the feet of the one. Of the one, what? Of the one with the eyes of blackest void. Ik heb zo'n idee dat we naar zo'n shrine toe moeten van die ene gozer. En dan moeten we dus weer uit dit gebouw. Jongens, heb maar een pauze als jullie dit willen lezen. Oké, okay, maar we gaan eerst even deze etage bekijken. Dan kunnen we namelijk gewoon, als we helemaal terug gaan, de volgende keer, als we hier naar boven gaan. Ik weet niet of dat in één keer lukt, dit hele huis. Maar stel je voor dat we deze aflevering niet afkrijgen. Dan kunnen we gewoon de volgende keer... Naar die lift naar etage 2 gaan. Oké, okay, ik weet niet wat hier is. Kunnen ze hier ook zien? Oh god. Heeft hij mij gezien? Want die trap is dus blijkbaar ook een plek.
Oké, laten we trouwens even saven. Voor het geval dat het heel erg misgaat. Want je weet het nooit. In Dishonored. Oké. Hoppakee. Goed zo, gozer. Jij bent even stil. Nee. Deur dicht. Pak dat lijk even op. Dat is weer een liar. Die neer is. Nou, ga jij hier maar liggen. Oké, wat is dan dit? Notes. Jongens en prassen, zet maar op pauze als jullie willen lezen. Oké, dat waren de notes. Er ligt nog iets anders interessants hier. Niet echt. Oké, dat was dus de liar. En dan niet de leugenaar, maar de advocaat. Ach god, die gozer, die is heel vervelend. Oké, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan wij dit doen? Want die ene gozer is echt enorm vervelend. Ah, hij draait zich om. Oké, hier had net zo goed iemand binnen kunnen staan. Maar gelukkig niet. Jongens, zet maar op pas als jullie willen lezen. Oké, in ieder geval... Ja, we zijn bijna in de storage room. En ik denk dat we echt etage 2 misschien vandaag nog kunnen doen. Maar meer ook niet echt. Want we zitten alweer op de helft van de tijd. En als we naar zo'n shrine toe moeten... Oh, get Timmy's estate key. Laat maar raden, die heeft hij bij zich. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk heeft die gozer het bij zich. Oké, ligt hier... Note from a lawyer. Ze hebben een pauze wat jullie willen lezen, jongens. Feathers. Dat is heel mooi. Kabinet. Pouch. Maar natuurlijk zit het weer daarin. Hoe had je het anders kunnen verwachten? Dat is echt niet zo simpel geweest. Ja, en daar zit het papiertje in. Oké. Van wie moeten we die... Ja, van die gozer. Had je kunnen verwachten. Oh god. Deze gozer is heel vervelend. Maar als hij zich omdraait... valt hij best mee. Oh, dit gaat hier naartoe. Zit hij hier weer te kijken? Ja. Ik wil even kijken wat dat is. Dus we gaan even saven. Voor het geval dat het misgaat... dan gaat het ook echt heel goed mis. Want dan gaan die gozer ons helemaal snappen. Ik hoor iemand fluiten. Oh, die komen ze hier de trap af? Dat zou niet zo best zijn. Oké, wegwijzen hier. Hopelijk zien ze niks bijzonders. Tenminste, heb ik drie... Ik heb ze wel. Ik heb wel drie van die dingen. Dus het kan wel, als ze eenmaal beneden zijn. Dan kan ik ze laten slapen. Maar komen ze dan ook echt naar beneden nu? Of denken ze echt van, dat was helemaal niks? Als ze denken van, dat was helemaal niks, dan zijn we heel goed bezig. Oké, laten we even saven. Want ik wil die deur aan de andere kant eigenlijk nog bekijken. Oké, laten we hier naar binnen gaan. Staan ze nu daar, of... niet? Ze komen hier naar beneden. Oh god. Dat deden we niet echt heel goed. Oké, gewoon een load game. Dat was niet de perfecte strategie. Ze hadden ons gewoon gezien. En dat was niet de bedoeling. Ze hebben ons gewoon gezien, of niet? Ze staan hier. Dus als wij hier naar binnen gaan... En dan moeten we straks de tijd stilzetten. En dan kunnen we gewoon pew pew pew
met onze sleep darts. En dan is het gewoon gelukt. Maar we zullen zien hoe goed dit afloopt, want ik kan wel allemaal verhalen gaan vertellen. Maar als het echt helemaal niet goed afloopt... Ja. Tuurlijk ook precies hier. Als we nu weglopen, en dat ze echt niks hebben gevonden... Dan zou het heel mooi zijn. Oké, blijkbaar hebben ze niks gevonden. En dat is heel goed. Oké, dan kunnen we nu saven. Want nu kunnen we met gerust hart zeggen we zijn veilig. Oké, in ieder geval. Dan gaan we nu nog eventjes dit bekijken. Oké, rustig lopen. Dan wil ik even weten wat dit is. Komen ze nu weer naar beneden of... Nee, niet echt. Oké, maar wat is dit? Een breakable door. Oh god. Dit is de voordeur. Ja, dat is dus echt een plek waar wij niet naartoe gaan. Oké, een beetje doorlopen. En dan zijn we binnen. En dan de volgende keer, ja de volgende keer, dat zeg ik goed. Dan gaan we gewoon meteen met deze lift naar etage 2. Dus dan stellen we hem alvast in op etage 2. En dan gaan we de volgende keer gewoon hop in één keer omhoog. Dat scheelt echt heel wat tijd dat die lift erin zit. Dus ik ben op zich best wel blij met die lift. Oké, laten we nu nog even saven. Jongens, je kan nooit genoeg saven, dus... Ja. Dus gaan we saven. Alleen om bij apartment 10 te komen. Hier naartoe, vanaf apartment 10. Is helemaal niet moeilijk. Vanaf hier naar apartment 10. Dat is iets pittiger. Oké, dat was heel mooi gedaan, hoop ik. Tenminste, als ze me niet zien, dan ben ik hier heel mooi weggekomen. Dan zijn we hier heel mooi weggekomen. En we hebben gewoon de benedenverdieping en de eerste verdieping bekeken. Maar er zijn dus blijkbaar nog 3 andere verdiepingen. Dat lijkt me wel iets voor de volgende keer dan. Tenminste, hebben we nog heel veel... Ja, we hebben nog heel veel mana potions, dus daar hoeven we niet zo heel veel zorgen over te maken. Maar die andere 3 etages, dat lijkt me echt iets voor de volgende keer. En je zal uiteindelijk zien dat we uiteindelijk echt iedereen uitgeschakeld hebben in het huis. Buiten het huis zal er nog wel heel veel rondlopen. Maar binnen het huis zal wel iedereen wel slapen. Tenminste, daar twijfel ik niet eens aan. Dat zal echt wel zo zijn. Oké, hoppakee. Blinken. Dit kunnen we springen. Dit kunnen we op zich ook wel springen. Dit ook wel. Alleen zometeen moeten we nog even opletten op die wachters. Die hier op het balkon zitten. Want die zijn wel heel vervelend. Maar zo'n groot probleem is dat niet. Oké, dan gaan we hier weer omhoog. Nou, mana potion nemen. Nou, hij is er op dit moment niet. Dus... Dat is op dit moment alleen maar goed. Oké. Dan hoop ik dat ik nu op de goede locatie ben. Anders zijn we voor niks uit het huis gegaan. Maar deze gozer, die zit in de void. Tenminste, ik neem aan dat het de void heet. Dus dan zal het hier moeten wezen. Ik weet alleen niet precies waar. Hier? Oh. We zitten goed. Ritual location. Place tarot card. Oké. Bleed on the card. Oké. Cut your palm and bleed on a card. Oké. Ja, dat is fijn. En nu. Burn the bloody card at the heart of a man who dreams. Ja.
of being a lord of all. Ja, dat begrijp ik ook echt heel erg. Ja, die take the world from Nancy Greedy Eyes, dat begreep ik ook niet. Of begrepen we ook niet. Tenminste, ik begreep het niet. Ik weet niet of jullie het begrepen. Maar daar zijn we uiteindelijk ook achter gekomen. Is toevallig hier iemand aan het bewaken? Nee, dus op zich zou je kunnen zeggen van... Het is op dit moment... Heel erg simpel... Om... Ja, gewoon... Daar langs te gaan. Maar we gaan gewoon via deze lift. Dat werkt namelijk nog beter. Maar jongens, ik zie alweer dat we op de tijd zitten. Dus wij gaan... nou, niet hier. We gaan hier gewoon mooi staan. Waar... ja, in de basement. De volgende keer gaan wij met die... goederenlift naar boven. Naar de tweede verdieping. We gaan hopelijk ook de derde en de vierde verdieping bekijken. En dan hebben we het hele huis doorgespit. Dus dan zijn we goed bezig. In ieder geval jongens... Vond het voor mij nog maar één ding zeggen. Het is kijk zo even duimpje omhoog. Help met mij, help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. De volgende keer gaan we weer met een goederenlift omhoog. Maar dat is jullie morgen, want voor nu ga ik zeggen... Doei!